Ja, ik heb nu nog steeds, zoals Roald aan het trainen is, kijk altijd hoe hij de paas geeft of hoe hij, ja, gewoon zijn loopacties en loopvormen, zeg maar. Daar kijk ik altijd, leer ik ook wel van. Ik heb het ook al aan, bij hem aangegeven van, als ik wat wil leren, kan je me daar misschien bij helpen? En hij zei, ja, dat is prima. De volgende speler die zich graag wil voorstellen is. Giovanni Leijbrand, ik ben 17 jaar of 18 jaar nu ondertussen, bijna 19. Het is nu mijn tweede jaar hier en ik heb echt naar mijn zin. Dus er komen nog een hoop goede jaren aan. Waar ben jij je voetbalcarrière eigenlijk begonnen? Ja, in Almere bij AS 80. Ja, ik heb bijna elke club in Almere gehad eigenlijk. Dus ja. En vanaf wanneer selectieteams? Sinds de D'tjes. Begon eerst was altijd E3 of zo, of gewoon net niet, zeg maar. En toen heb ik de overstap gemaakt van VV Hees naar SC Soest. En sindsdien daar speelde ik gelijk in de D1. Dus ja, sindsdien had de selectie gespeeld. En heeft DVS op een gegeven moment contact met jou gezocht om bij ons in de A1 te spelen? Nee, het was zelfs zo. Kevin Duman, een vriend van mij, daar zat ik bij in de klas. En die werd aangenomen hier en die zei van ja, stuur een berichtje. Dus ik zei ja, is goed. Dus ik een berichtje sturen en toen uiteindelijk reageerde ze. En toen na één training zei ze welkom. Een heerlijk seizoen meegemaakt daar natuurlijk. En dan ja, misschien wel tot je eigen verbazing ook een contract bij de A-selectie. Ja, dat was zeker verbazing. Ja, dat was een lekker seizoen. Ja, het begon een beetje stroef, maar dat was omdat ik van tweede klas afkwam. En ja, daarna het ging alleen maar beter eigenlijk. Ja. En ja, je hoopt natuurlijk dat het ook alleen maar beter gaat in die A-selectie. Want ja, je hebt nogal wat concurrentie natuurlijk. Je moet wel het een en ander gaan leveren. Maar ook heel veel leermomenten, denk ik, ga je krijgen. Ja, ik heb nu nog steeds, zoals Roald aan het trainen is, kijk altijd hoe hij de paas geeft of hoe hij, ja, gewoon zijn loopacties en loopvormen, zeg maar. Daar kijk ik altijd, leer ik ook wel van. Ik heb het ook al aan, bij hem aangegeven van, als ik wat wil leren, kan je me daar misschien bij helpen? En hij zei, ja, dat is prima. Mij opvalt als toeschouwer en ook verslaggever, dat is de kracht die je uitstraalt. Ja, dat is klopt. Ja. Daar heb ik hard voor gewerkt, nog steeds. Dus ja. Zit je veel in het fitnesshok? Ja, regelmatig. Jawel, regelmatig. Meer op het voetbalveld eigenlijk dan in het krachthok. Dat levert in ieder geval weinig blessures op. Ja, tot nu toe nog niks. Laat het even afkloppen. Want ja, nee, hoop dat het zo doorgaat. Het tempo waarmee je te maken krijgt van het eerste elftal, dat is niet niks, denk ik. Nee, het is wel van ander tempo. Zag je ook al gelijk tegen AFC, de eerste wedstrijd. Dat was ook wel gelijk een lekker niveautje. En de tweede helft ook, ja, was wel even, vooral afgelopen zaterdag, had ik in het begin een beetje moeite mee. Maar het gaat de goede kant op. Dus. Het hele elftal had eventjes het eerste kwartier wat moeite, hè, tegen de treffers. Ja, nee, dat merkte ik wel, ja. Maar ik merkte, spreek ook voor mezelf, was een beetje lastig. Maar ja, we pakten het gelukkig goed op. Dus die 1-0 was eigenlijk een soort van wakkerschutmomentje, zou ik het zo noemen. En daarna ging het alleen maar beter. Jij gaat natuurlijk gewoon heel ontspannen dit seizoen in, hè? Want je wil eigenlijk alleen maar leren en hopelijk zo nu en dan eens een keer wat minuten meepakken. Ja, ik ga er al vanuit dat ik dit seizoen op de bank zit, zeg maar. Dus ja, gewoon leermomentjes eruit halen en genieten van de momenten die ik de minuten die ik kan maken. Dus ja. Heel veel succes ermee, mede namens de DVS TV supporters en alles en iedereen die DVS een warm hart toedraagt, Giovanni. Ja, hartelijk bedankt. Komt goed, zou ik zeggen. Ja, tot ziens. Bedankt, hè. Ja. Tot ziens.